We zijn hier aan boord van HRM AZ Evertsen voor de uitvoering van de oefening Irish Sea Challenge 2009. Voor het eerst zal een luchtverdedigingsoefening geïntegreerd met een onderzeebootbestrijdingsoefening uitgevoerd worden. Waarbij HRM AZ Evertsen al haar wapensystemen zowel boven als onder water gaat inzetten. We verwachten dat HRM AZ Evertsen en haar team vanuit de commandocentrale de oefening zal leiden en de doelen zal vernietigen. Door de stuurt erin. De zeewatertemperatuur is 7 graden. Het gevecht mag gepast voor de commandosnaleg. Ruud, die bakwets op. Loop in de sokken en handschoen aan. De sluitstand wordt gezet. Alle luiken en deuren met het Z-merk dienen gesloten te worden. Uit. Captain approved. 5, 4, 3, 2, 1, round. We hebben zojuist de Irish Sea Challenge afgerond en we lopen zometeen binnen in de haven van Southampton. Ik kijk terug op een geslaagde week, waarbij we gewoon een uitdagend scenario hebben gehad, waarbij we tegelijkertijd een luchtdoel hebben aangepakt en een onderzeeboot hebben aangevallen. Het is nog nooit eerder beoefend, wel in deelgebieden, dus wel het luchtdoel apart of het onderzeeboot apart, maar nu was het gewoon één geïntegreerd scenario voor alle wapensystemen. En het complexe lag in het feit dat gewoon een luchtdoel binnenkwam, vlak achter elkaar twee missiles erop afgestuurd worden, die volkieper gaat vuren en meteen daarna een torpedo eruit gaat. En dat is allemaal gebeurd en het luchtdoel is neergehaald. Daarnaast hebben we gesimuleerd dat we zijn aangevaren door een schip met alle branden en lekkages die erbij horen. En dat is ook de calamiteitenbestrijding die er ook bij hoort op een oorlogsschip. En ook dat is goed uitgevoerd. Dus ik kijk terug op een zeer geslaagde week. Hey.